Welkom bij een nieuwe Economie in 5 minuten. Ik ga het vandaag met jullie hebben over verzekeringen. En bij verzekeringen denk jij waarschijnlijk meteen aan die voetballer die zijn benen verzekert of aan bijvoorbeeld iemand die zijn schilderij verzekert. Dat hoeft niet per se zo te zijn. Het eerste wat ik wel wil bespreken is waarom verzekeren we ons? Omdat we een bepaald risico niet willen lopen. Het gaat er in alle gevallen eigenlijk om dat wij zeggen, ja weet je wat, we willen eigenlijk dat een ander bedrijf gaat zorgen dat zij garant staan voor dat risico. Dat is een keuze. Dat kost geld. Dat geld wat je daarvoor betaalt, dat noemen we het begrip premie. Premie is eigenlijk een maandelijks bedrag dat je dus aan de verzekeraar betaalt om verzekerd te zijn. Maar hoe dat precies zit, kunnen we in dit schema zien. Eigenlijk hebben we twee soorten verzekeringen. Aan de ene kant hebben we de sociale verzekeringen. Aan de andere kant hebben we de particuliere verzekeringen. Waarbij het grootste verschil eigenlijk is dat de sociale verzekeringen geen keuze zijn, maar de particuliere verzekeringen zijn wel een keuze. Nou, als we dan in die sociale verzekeringen gaan kijken, dan kunnen we zien dat we die weer opdelen in twee aparte stukken. Aan de ene kant hebben we de volksverzekering, aan de andere kant hebben we de werknemersverzekering. De volksverzekering, het woord zegt al, is een verzekering voor het hele volk. Het maakt niet uit hoe oud je bent of je werkt, maakt allemaal niet uit, iedereen is daarvoor verzekerd. Een bekend voorbeeld daarvan is de AOW, de Algemene Ouderdomswet. Iedereen is in Nederland verzekerd dat ze vanaf een bepaalde leeftijd, en dat is op dit moment 67 jaar, dat ze verzekerd zijn van een inkomen. Dat maakt niet uit of je lang gewerkt hebt of dat je nooit gewerkt hebt, dat maakt daar niks uit. Iedereen is daarvoor verzekerd en daarom noemen we het een volksverzekering. De ANW, oftewel de Algemene Nabestaandenwet, is precies hetzelfde. Het maakt niet uit hoe oud dat je bent, maar iedereen mag daaraan deelnemen en daarom noemen we het een volksverzekering. Aan de andere kant hebben we de werknemersverzekeringen. Het zou natuurlijk heel erg vreemd zijn als jij bijvoorbeeld op dit moment student bent en niet werkt, dat je verzekerd bent tegen werkloosheid. Dat noemen we ook wel de WW. Waarom is dat vreemd? Je moet er dan wel aan meebetalen, maar je gaat er eigenlijk op dit moment geen gebruik van maken. Dus de werknemersverzekering, dat is eigenlijk de verzekering die geldt voor iedereen die op dat moment doet werken. Nou, de volksverzekering en de werknemersverzekering bepaalt samen, is eigenlijk samen de sociale verzekeringen. Aan de andere kant hebben we dan nog de particuliere verzekeringen. En daarvan zei ik net al, dat is een keuze. Die mag jij zelf bepalen. En eigenlijk kun je in het leven alles verzekeren. Een profvoetballer kan zijn benen verzekeren. Waarom zou hij dat doen? Omdat hij het risico niet wil lopen dat er op een gegeven moment een dag aan gaat komen dat hij als het ware bijvoorbeeld zo'n zware tackle op zijn benen krijgt dat hij nooit meer kan voetballen. Dan ziet hij zijn inkomen natuurlijk ook verdampen, want de werkgever, de voetbalclub, die zal dan zeggen, ja, ik kan jou niet meer doorbetalen, want je kan niet voor ons voetballen. Dat risico niet te nemen, gaat hij iedere maand die premie betalen en dat kan best in de cijfers lopen om ervoor te zorgen dat hij dat risico niet gaat nemen. Dan is het natuurlijk wel zo dat als hij 20 jaar lang doet voetballen, ja, dan is het natuurlijk wel zo dat, dat hij 20 jaar niet geblesseerd kan raken en dan heeft hij wel 20 jaar daarvoor betaald. Ja, dat is dan net even pech hebben. Dus die particuliere verzekeringen, dat is altijd een keuze. Alles kun je verzekeren en daar betaal je dus een premie voor. Maar het is nog altijd jouw keuze om dat te doen. Nou, verder inderdaad, hè, kun je zeggen inderdaad van ja, de autoverzekering bijvoorbeeld. Ja, is dat dan een sociale verzekering of een particuliere verzekering? Want een autoverzekering is verplicht in Nederland. Dan zeggen we, dat klopt, een autoverzekering is verplicht. Maar hij is nog altijd particulier, want het is jouw keuze om in een auto te rijden. Maar als je in een auto rijdt, dan moet je hem verzekeren, maar toch is de autoverzekering bijvoorbeeld van een particuliere verzekering. Nou, dit was Economie in 5 minuten over het onderwerp verzekeringen. Als je hier vragen over hebt, laat ze achter in de comments. Vergeet hieronder niet te abonneren en veel succes met leren.